Madelief, goedemorgen. We gaan de les afslaan, dat doen, hè? Die heb je voorbereid. Script 25 heb je doorgelezen. De eerste scan, wat was er ook alweer mee? Wat doe je met de eerste scan van het script? Goed kijken of er links en rechts niks aankomt. Links en voor, rechts. Nou, in een vroegtijdig stadium al beslissen dat je af wilt slaan, hè? Ja. We hebben hier al een situatie gepakt, dus nog lekker mistig, code geel, hè? Een beetje glad vanmorgen. We hebben hier al een kruispunt gepakt en dan gaan we hier even beginnen met de leskruispunt. En de bedoeling is dat je dan even wat vertellen over het script. Dan geef ik je even een demo en dan mag jij aan de gang. Oké. Ja? Ja. Oké. Een vraag, hè? Je hebt vroegtijdig beslist dat je af wil slaan. Waarom is dat belangrijk? Zodat je goed kunt overzien hoe het kruispunt, wat voor kruispunt het is. En welke situatie. Hoe je best ook voor kunt sorteren. Ja. Waarom zou je voor moeten sorteren? Waar is dat goed voor? Zodat je niet een onveilige situatie, maar dat iedereen gewoon door kan blijven rijden. Als je nou wat preciezer wil zeggen, dan kun je beter antwoorden. Ik sorteer voor, en vooral als je rechts afslaat, om het langzaam verkeer, bromfietsers en fietsers, het niet tussen te laten. Okay. Dat wil je niet namelijk. Want anders, als je moet stoppen voor een vrachtwagen of iets dergelijks, die linksaf wil voor je langs, en je zou dan daarna rechts afslaan, dan kijk je niet eerst rechts spiegel, rechts schouder om te kijken of er iets tussen zit. Nee. Maar op het moment dat je dan rechts staat, dan kan er niks tussen doorkruipen. En dat is het grote voordeel. Oké. Ja? Nou, altijd kijken hoe de situatie is, hoe druk het is, wat er allemaal aankomt. En dan het tweede punt van dat script, kruispunten, wat was dat ook alweer? Ruimtekussen. Ruimtekussen, heel goed. Ja. En met je ruimtekussen zorgen ervoor dat de ruimte om je heen zo veilig mogelijk blijft. <hè? laughs> Dat is een ruimtekussen. Lastig, hè, bij zo'n camera. Ja, verschrikkelijk. Ja. En dan krijg je de tweede scan, hè? Dan ga je. Waar let je dan op bij die tweede scan? Kijken wat er naast je voor je zit. Ja, heel goed, hè? Om je heen. Ja, absoluut. Welke belangrijke regel bij het afslaan is van toepassing op ons? Wat mogen wij niet hinderen? Andere auto's toch? Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg. We hebben een mooi ezelbruggetje ervoor, weet je hem nog? Ezelbruggetje voor het afslaan. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg. Gaat toch altijd voor, hè? Ja, maar weet je het ezelsbruggetje nog? Nee. Nekkie-bekkie, zeg je dat iets? Nee. Nee? Nee, dan ben je nog wel geslaagd voor theorieën. Dan weet je niet wat nekkie-bekkie is. Dat heb ik echt niet gehad. Nou, dat is heel makkelijk om te onthouden dat je dus alles wat je in de nek of in de bek kijkt bij het afslaan voor moet laten gaan. Oh, dat ding. Nekkie-bekkie. Oh, ja. Zij zei het niet zo. Hij zei buik en rug. Ja, dat zeggen ze ook wel eens. Ze zeggen ook wel eens, zie je bij het afslaan, borst of rug, rem dan vlug. Ja. Mag ook. Net doet zeggen we. Wij zeggen altijd nekkie bekkie. Dat kun je makkelijker onthouden. Ik denk, wat heeft hij nou? Dus als je iemand tegen het oor aankijkt, dan hoef je hem niet voor te laten gaan. Nee. Kijk me in de nek of in de bek wel. Ja. Kom er nou dadelijk nog even op terug, hoor. Oké. Nou, en dan de richtingwijzer aan. Hier staat het al een beetje in het boek, hè. Dus bladzijde 132. Voorsorteren. Nou, we gaan wat verschillende situaties bekijken, maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst je een demo geven waar je allemaal op moet letten. Ja. Oké? Had jij nog vragen? Nee. Goed, gaan we aan de slag. Oké. Nou, in de verte naderen we het kruispunt, Madelief, en dan gaan we dus linksaf, hè? Dus we komen zo aanrijden en dan gaan we het kruispunt herkennen en dan begin je al een beetje te observeren. Dan kijk je binnen, voor, buiten, schouder. Binnen, voor, buiten, schouder. Dan kijk je rustig met aandacht. Zet je de richting aan. En ondertussen blijf je scannen. Voor, links, voor, rechts. Kijk, dan komt er een auto aan. Maar probeer ik zoveel mogelijk de rijdende de situatie op te lossen. Zie je dat? Ja. Nou, oké. Dan ben ik afgeslagen. En dan gaan we nog een aantal keren herhalen. Ik zal daar even rechtsaf gaan. Kijk ik voor die tijd weer hoe de situatie is. Binnen, voor, buiten, schouder. Richting aan de rechts. En nou, omdat ik een fietspad op moet, of een suggestiespad op moet, kijk ik even goed over mijn schouder. Spiegelschouder. En dan sla ik af. Ja, nou gaan we weer linksaf. Dus binnen, voor, buiten, schouder. Richting aan. Dat is een uitreconstructie. Dat is
pak ik hem even in de hemert. Nou, nader in de verte weer een kruispunt. Ja, super. Dan gaan we weer rechtsaf. Dus kijken we weer binnenspiegel, voor je, buitenspiegel, schouder. En ondertussen blijf je weer observeren. Ja, je kunt hier mooi vroeg kijken wat er allemaal is. Helemaal rechts rijden, strak langs die kant, snelheid er helemaal uit. Ik rijd nu in de bocht, een kilometer of 14 per uur. Nou, bocht scherp houden door goed de weg in te kijken waar ik naartoe wil. Dat is heel belangrijk. Vooral rust inbouwen, rust. Nou, hier gaan we wat rondjes rijden, Madelief. En de bedoeling is dat je dus die rondjes, die bochtjes oefent, dat afslaan oefent en dan die bochtjes mooi scherp krijgt, hè? Ja. Nou, en ik heb altijd als eis dat je dus 4 keer achter elkaar de bochtjes naar rechts goed moet maken. Links is niet zo moeilijk. Links is wat makkelijker, maar vooral met het verkeer wel lastig, maar technisch om de bocht te maken is rechts moeilijker. Dus binnen, voor, buiten, schouder, richting aan de rechts. Schakelen we voor de bocht 3-2 terug. Dan kom ik net voor de bocht los en dan de bocht naar rechts zo scherp mogelijk. Dus alles moet kloppen. Ik zal het nog een keertje voordoen. Binnen, voor, buiten, schouder. Kort stukje, blijf je in 2. Hier weer een beetje voor de stoep, een klein beetje naar links uitwijken. Dan zorg ik ervoor dat mijn achterwiel niet zo dicht bij die stoep komt. Hier ga ik naar de 3 toe. Zet hem in de 3. 30, 35 km per uur. Begin ik hier al vroegtijdig binnen, voor, buiten, schouder, richting aan de rechts. Mag wel even filmen waar de zijwaard zit. Ja, en nou weer naar mij toe. Dankjewel. Nou, helemaal rechts voor sorteren. Afremmen, terugschakelen. Koppeling los. Nou, goed kijken of er links wat doorrijdt, hè, want dat wil er nog wel eens gebeuren op die brede asfaltweg. En dan ga je weer binnen, voor, buiten, schouder. Hier is het jammer dat hier die auto staat, want dat verstoort een beetje die ene bocht. Dan met gas de bocht uit, dat je lekker gas geeft. Dat je stuur is eigenlijk belangrijk, dat je stuur uit zichzelf een beetje terugdraait. Ik zal dat een keer laten zien. Even die fiets erin halen. Binnen, voor, buiten, schouder, richting aan de rechts. Remmen. Nou, dan rem ik de snelheid eruit, terugschakelen, kopje los. Dan rijd ik 14 km per uur en nu geef ik gas. En laat ik stuur door mijn handen terugglijden. Zie? Ja. Gaat vanzelf terug. Binnen, voor, buiten, schouder. Nou, dit mag jij doen, Madelief. Ik wil graag 4 bochtjes achter elkaar. Goed, dan heb je stap 6. Oké. Dan is het voldoende. Oké, Madelief, ga je gang. Nou, hier zijn we op het rondje. Dus in de verte zie je al die eerste scan, die kruispunt. Hè? Dan ga je al beginnen met binnenspiegel, buitenspiegel, schouderrichting. Ja. Nee, geen koppeling. Gewoon lekker doorrijden. Je hebt hem alleen in 2 staan. Dus. Ja, en dat is een scherp mogelijke bocht. Oké. Rechtsaf. Heel goed. Ze blijven alsmaar rechtsaf slaan, hè? Ja. Gaan we eerst een paar keer bochtjes naar rechts oefenen en dan gaan we de bochtjes naar links oefenen. De lange stukken even in 3. Ja, heel goed. Nou, nu begin je al zo vroeg mogelijk, hè? Binnen, voor, buiten, schouder. Ja. Dan mag je iets bewuster kijken. Oké. Okay. Madelief. Remmen, 3-2. Oh, dat doe je hartstikke netjes, hè? Hopping op. Voor de bocht klaar wezen. Goed de weg in kijken waar je heen wil. En dan mooi scherp, hè? Nou, dat doe je keurig. Netjes. Binnen. Dat mag best een beetje vroeg, hoor. Dat te spiegelen en richting aan. Dus wel altijd de volgorde binnen, voor, buiten, schouder. Dan de richting aan en dan voor sorteren, hè? Ja. Dus de SRV-volgorde. Vroeger had je melkboer. SRV. Zeg je dat iets? Nee. Ken je die niet meer, hè? Nee. Ik kwam langs de deuren en die SRV was ons ezelbruggetje op voor de volgorde van handelingen. Ja, dat doe je hartstikke netjes. Als je met een inrichtingsweg te maken krijgt, ja, doe maar, en je sluit links af op een inrichtingsweg, dan mag je normaal links voor sorteren. Tenzij, zoals hier, je fietsers en bromfietsers erin mogen, dan blijf je aan de rechterkant. Dan sorteer je normaal voor, tegen de middenas. Maar linksaf. Dus hier sorteer je tegen de middenas voor, omdat de fietsers en bromfietsers in mogen aan de andere kant.
Maar is het een volledige inrichtingsweg, ga je helemaal links rijden, oké? Nou, bij een rotonde afslaan is altijd een verhaal apart. Dat is weer een hele andere manier van kijken en benaderen. En wat nu belangrijk is, dat je goed over je rechter schouder kijkt. Om te kijken of er ook fietsers en bromfietsers en snorfietsers snel naderen. Hè? De rotonde halfrond gaan we verderop. Ook als je, voordat je eraf gaat, nu kijk je of iemand op de voorrangsweg rijdt. Hè. Ze hebben voorrang, dus je kijkt goed links en rechts of er wat aankomt bij je rotonde. Nou, dat is vrij. Het zebrapad was vrij, daar had je ook al op gelet. Hè. En nu ga je rotonde af, doe je de richting aan de rechts. Ja. En nu kijk je goed over je schouder, of er diep over je schouder kijken, of er ook snelle bromfietsers en snorfietsers aankomen. Nou, drie kwart rond, linksaf, richting aan de links, op de toeleidende weg. Nou, die komt er net op, gaat door, die heeft de richting aan, die wil afslaan. Drie kwart rond, nou goed kijken of er langzaam verkeer aankomt, fietsers en voetgangers. Ja, kijk je goed over je schouder. Ja, nou alles vrij, dan ga je eraf. Ja, keurig. Sla je af met een fietspad of een suggestiestrook naast je, dan kun je, als hij onderbroken is, op het fietspad voorsorteren. Ja, dan sluit je fietsers en bromfietsers weer helemaal rechtsaf. Ja. Ja, super, netjes. We gaan linksaf. En soms heb je nog kruispunten met ouderwetse verkeerslichten. Zoals hier, geen pijlen in de verkeerslichten, geen voorsorteervakken. En dan zie je ook aan het onderbordje dat je het rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voor moet laten gaan. Fietsers en voetgangers gaan apart. Die hebben, dat kun je aan het onderbordje zien daar bij het fietsdingetje. Bij het fietsverkeerslicht. Als je hier links afslaat of rechts afslaat, moet je opletten dat het andere verkeer wat aan de overkant staat ook groen heeft. En dan kun je aan dit onderbordje zien. En ook aan de verkeerslichten, want er zitten geen pijlen in, je hebt geen voorsteerstroken. Ouderwetse verkeerslichten, de ene weg op groen, de andere weg op rood. Ja, hier mag je voor elkaar langs zo. Ja, klein kruispunt, een kleine zonder middenberm, mag je voor elkaar langs als je links afslaat. Ja. Ook afslaan met een verkeerslichten, met een losliggend fietspad. We kijken altijd eventjes voordat we afslaan, even voordat we na de bocht het fietspad oversteken, kijken we even of er geen fietser doorrijdt. Hè. Je weet maar nooit. Gebeurt nog wel eens. Ja, even kijken of deze fietser, oh die slaat gelukkig af. Altijd even kijken of je het ook veilig kunt doen. Onderaan twee keer links. Twee keer linksaf. En als je dan dubbele rijstrook hebt om linksaf te gaan, is het handig als je de linker rijstrook volgt. In dit geval voorkom je een hoop problemen. We naderen nu een van de moeilijkste kruispunten van Zwolle. Omdat er geen verkeerslichten staan. Dus het kruispunt bij de weer is het Veehallen, Blaloweg. We gaan linksaf. En hier heb je best wel heel veel heel complexe situatie. Goed scannen van tevoren, goed rustig naderen. Je hebt dan fietsers van beide kanten hier. Dan auto's en motoren van links. Ja, toch maar. Altijd kijken waar je je op kunt stellen. Nou, en dan bestuurders van rechts heb je hier voorrang. Dan laat je hier, stop je hier weer bij de haaientanden. En je mag links uitkomen nu. Kijk, je kunt nu links uitkomen. Rij maar op en kom maar helemaal links uit. Je richt helemaal het stuur omgooien naar links en naar links uitkomen. Snap je niet wat ik bedoel? Ja. Nou, hetzelfde kruispunt nog een keer van de andere kant linksaf. Dus weer fietsers, bromfietsers van links naar rechts voor laten gaan. Bestuurders, motorvoertuigen van links, motorvoertuigen van rechts en rechter gaan verkeer op dezelfde weg. Hè? Dan moeten we hier even op wachten. Richting aan de links. Ook fietsers en voetgangers hier, hè? Die zijn ook rechtdoor aan het verkeer, dus ook daarop letten. Ja? Sla je op grote brede kruispunten, waar brede wegen zijn, sla je daar af. Is het heel handig om van tevoren te kijken naar de wegindeling, van hoe is de wegindeling en waar moet ik uitkomen naar de bocht, waar moet ik heen. En in principe kom je na de bocht rechts uit.
moet altijd goed kijken van wat zijn mijn mogelijkheden, wat moet ik doen. En dan is het hier zo, de rechte rijstrook is het handigst om te doen. Normaal kom je rechts uit. Sla je op kruispunten linksaf met een uitrijstrook, een uitvoerstrook voor linksaf. Het is de bedoeling dat je, als je moet wachten, voor het kruispunt wacht, niet op het kruispunt. Ga door, hè? Ga door, want je hoeft nou niet te wachten, hè? Nee. Toch? Nee. Leuk. Voor het kruispunt wachten. En ook de fietsers aan de overkant hebben rechtdoor aan het verkeer. Kom aan. Dus kijk ook of links fietsers rijden. Die, ze kunnen van beide kanten komen hier, hè?